Hallo, dag Maastie Berg. We gaan een interview afnemen van u. Ja? Eerst en vooral proficiat met uw woord dat u had. Ik ben geboren in 1959, 28 juni, 61 jaar. Dus ik ben gestart met krijgskunsten rond mijn zevende, met judo. En dan later met karate, als ik 11 jaar was, dat ik Shotokan karate. Dan nadien heel veel op zoek geweest naar effectiviteit in de krijgskunst. Veel wedstrijden gedraaid en veel ervaring opgedaan in die wedstrijden. Ook later overgestapt en gecombineerd van verschillende krijgskunsten. Ook in de Chinese krijgskunsten gaan zoeken. In het Aikido, krijgskunsten met wapens in het boksen. En zodanig terechtgekomen ook in veel wedstrijden in het voetbal karate, via Kyokushinkai karate. En door die dingen te doen, veel wedstrijden te trainen, te doen. Veel ervaring opgelopen, veel wedstrijden gewonnen, wedstrijden verloren, leren, altijd leren, leren. In judo wedstrijden, gevechtsportwedstrijden. En om te zoeken naar een vorm die dat het beste bij mij past. En door heel veel te zoeken achter die dingen, ben ik er wel achter gekomen dat van iedereen kan leren en dat het nog altijd, dat er nooit stopt. Dus mijn leren, ik ben altijd student. En het bijleren zal dus altijd blijven duren. Ik ken u ook al enkele jaren, maar iets beter de laatste jaren. Ik heb toen deelgenomen aan het festival. Ja. Samen hebben we workshops gedaan. Ik ben ook uitgenodigd geweest op de GOR 18 en 19. We moeten elkaar. En ik zie ook bijvoorbeeld dat u ook geweldige evoluties maakt. Uiteraard ik ook, door het feit dat we altijd constant bezig zijn. Zoals gezegd, we zijn student en we zijn meester. Constant leert altijd. Superman bestaat niet. Maar het is ook altijd, we weten genoeg eigenlijk, maar het is altijd boeiend nieuwe perspectieven te vinden. Dat is wel belangrijk. Wat denkt u natuurlijk van de krijgskunst van vroeger en de evolutie van nu? De evolutie, de krijgskunst van vroeger was voordat dus de sport eigenlijk, laten we zeggen rond 1900, wanneer dat de geschiedenis schrijft, dat er meer en laten we zeggen de moderne intrede naar de scholen toe van bijvoorbeeld krijgskunst introduceert en dan verder ontwikkeld rond laten we zeggen 1930, 1940. En zo verder ontwikkeld naar sportevenementen en naar krijgskunst. Dus je hebt dus een twee grote verschillen. Dat is de sport krijgskunst, dus met de reglementering. En dat is heel mooi. En je kan dus een sportversie doen met de reglementen en daarin wedstrijden winnen en kampioen worden enzovoort. En dat motiveert ook jeugd en mensen om de krijgskunst te verbeteren. Dus het zijn heel positieve ontwikkelingen sport. Nu ook de Olympische Spelen met karate en Marokko en met andere krijgskunsten. Maar de oude vormen die hebben het doel echt tot zelfverdediging en ook om zelfontwikkeling. Dat was de bedoeling, healing, het genezen, zoals jij onderwijst, Sifon. Ook de qigong, de omgaan met energie, omgaan met geneeskunst, omgaan met spirituele zaken, de meditatieve zaken, de tai chi chuan, het innerlijke. Het is dat die boeiend is ook aan al die perspectieven. Hè? Want de meeste mensen blijven allemaal bijna binnen. Ze blijven in die bom bijvoorbeeld. Hè? Ja, waarom? Om duur is dat lijkt een vakbond. Er zwarte goud op, er puntjes dat ze moeten hebben. En dat er diploma's. Maar eigenlijk gaat het veel verder. Hè? Ja. Inderdaad. Dus het is heel mooi om te gradueren in een of andere vorm van krijgskunst. Het is heel interessant om te weten
dat je evalueert en dat je dus bepaalde zaken heel goed doet. En dat je daardoor ook een certificaat bekomt of een diploma door erkende mensen en een mensen met een goed hart, met goede krijgskunst en goede traditie en goede voornemens en kennis, dat je dan beoordeeld wordt om een bepaalde graad te hebben en te dragen. Dat is heel, heel positief uiteraard, wanneer je dat dus kan meemaken. Dat is een ontwikkeling voor jezelf. Daarentegen, in de oude krijgskunsten, was het van leraar tot leerling. En het was een directe, korte introductie. Dus eigenlijk een beetje zoals wij doen, heel selectief te werk gaan. Omdat je dus werkt met iemand zijn karakter, zijn persoonlijkheid. Ik herinner me vaak woorden van oude meesters die het goed menen, dat ze vaak zeggen, pas op, wees voorzichtig. Geef alleen les, onderricht aan mensen met het juiste hart op de juiste plaats. Dat is allemaal moeilijk te plaatsen in de moderne tijd ook. Hè? Inderdaad. Ja. Zoals je zegt ook, de tijd van vandaag is ook allemaal heel anders. Ze hebben alles gezien, ze willen alles kunnen. Maar uiteindelijk moet je herhalen. Dat is de fout. Ze denken, ik kan het. Maar zoals je weet ook, in Okinawa, in China, die oude meesters zeggen ook, duizend maal herhalen. Dus daarmee heb ik ook veel leerlingen gehad, bijvoorbeeld in de internsteen. Maar een duur was dat beu, dus waarom moet dat doen? Die de essentie niet begrijpen. Nee, inderdaad. Er is een oud gezegde, dat jij ook al vaak hebt gehoord en dat we samen goed hebben begrepen. Dat is dat wanneer oefening, een bepaalde oefening, leidt tot succes, dan is herhaling uw beste leermeester. Ja, natuurlijk. En iemand, als we dus onze leerlingen kunnen dat bijbrengen, dat de herhaling, duizenden keer herhaling van een oefening, als de oefening correct is, als de oefening succes heeft, de oefening werkt voor die of die persoon, wat ook verschillend kan zijn, natuurlijk. Meisjes, jongens, oudere mensen, jongere mensen, gespierde, sterke mensen, noem maar op. Dus daar is een verschil in, ook in training. Maar wanneer dat die oefening voor die persoon, voor het individu zelf, werkt, dan is voor haar of voor hem de herhaling van die oefening het beste. Waarom? Dit spiergeheugen. Het is een conditionering van de body en de mind. En de actie die dat dan eigen gemaakt wordt. Om dat te verkrijgen, kan je inderdaad niet doen met drie oefeningen te doen, maar met duizend oefeningen. Eigenlijk samengevat, groeit als persoon. Ja, en dat is ook wel belangrijk als individu, als relatie en ook iemand die getrouwd is bijvoorbeeld, dat is wel zeer belangrijk en ook op het werk. Maar meestal is ook iemand die, mijn ervaring ook, die martial arts is, die staat altijd een stap verder. En zo komt er ook bepaalde mensen die jaloers zijn. Amai, waarom ziet jij zo goed uit? Heeft succes bij de vrouw bij wijze van spreken? Dat kan. Heeft een uitstraling van... Charisma. Charisma. En gezondheid. Ja. En dan is ook die indoctrinatie, je wil die dan beïnvloeden, maar dan is het ook de spirituele kant, soms het moeilijkste van de martial arts ook, of de mentale kant. Dat klopt. De fysieke kant, de lichamelijke kant, daar kan je alle kanten mee uit. Dus je kan je lichaam trainen, zo hard je wenst, souplesse, spieropbouw. Je kan je lichaam trainen naar gelang wezen. Daar kan je heel veel aan doen. Maar dan het karakter, dat is een andere zaak. Maar iemand werken om een persoon zijn karakter te herkennen. En daarom werken is een andere zaak. De mentale kant. Het ego kunnen. Inderdaad. Op de grond blijven. Ja. Die zaken, dat zijn de grootste, de biggest demons, de grootste vijanden. Het zijn niet degenen die... De onzichtbare vijanden. Voilà. Dat zijn die in u zitten, zoals haat en woede en agressie en jaloezie en al die dingen. Maar ook overmoed en noem maar op, egoïsme. En dat zijn die demons, die inside, hè, die zitten, die binnenin zitten. En die te erkennen door training. En liefde is geen demon. Liefde is goed. En eerlijkheid en trouwheid en een goed hart. En lief zijn voor elkaar en goed willen doen, dat zijn de goede dingen. Dus die te erkennen binnenin je eigen hart, in jezelf en in anderen, dat maakt ons een betere mens. Eigenlijk islam en liefde. Ik weet het. Ja. Voilà. Ja. Ik dank u voor dit interview. Graag gedaan. Het was een fantastische stage ook. Zeker. We hebben van genoten, de leerlingen ook.
ik ben blij dat we nog veel waren. Rekening houden met de corona, rekening houden met het verlof en rekening houden met België. Het was een heel goede sfeer. Ik heb zowel als jou van genoten van de mensen, van ons samen lesgeven. Het is een hele mooie ervaring, telkens weer opnieuw. En dank aan alle mensen, zeker weten. En dank aan u. En dank u wel voor in u. Verder op het interview gaat meester Hubert een kleine demo geven. Tens op.